Wasabi mensen, welkom bij een nieuwe Punch-Out Battles recap, het laatste event van het jaar. Ik heb net de battle gezien van Jeeves. Jeeves, kom er even gezellig bij man. Alles goed? Ja man. Ja. Er zijn een paar personals heen en weer gegooid. Je zei net in de battle dat de jouwe niet waar zijn. Klopt dat of is dat niet waar? Wow, shit man. Paradox. Nee, is niet waar man. Nee? Nee man. Ik wou gewoon laten zien, kijk. Die man werkt, hij heeft helemaal geen uitkering. Hij doet zo van, ja maar ik heb uitkering, zodat mensen niet verder gaan zoeken toch? Dus ik had toen zoiets van, jij liegt over jezelf, dan lieg ik dat ook. Maar dan is het toch erger dat je een uitkering hebt dan bij bijvoorbeeld een coffeeshop werken of wat dan ook? Ja man, wel een beetje toch? Nee toch, coffeeshop kan gewoon. Ik bedoel, je kan het ook gaan roken, maar dan werken is toch wel wat beter? Ja, ligt eraan. Ja, denk het wel. Of je het rookt of niet. Ja man, ja en ik ben niet geklapt op BC, ik ben gewoon altijd al cool met BC, dus als we dat even zeggen toch. Oké. En wie is je volgende tegenstander, Jeeves? Want je hebt al een stuk of 120 battles gedaan. Wie is je 121ste tegenstander? Slecht nieuws man, ik verhuis 9 december naar Lissabon, dus dit was het. Serieus? Ja man. Nou, jullie horen het mensen, dit is het laatste wat jullie van Jeeves hebben gezien. Jeeves, ik wens je succes man. Kom goed man. Oké dan. Gooi eens deze beat.